Hoe ga je nou naar het toilet hierboven? Ik sta nu op het bouwterrein van de Phoenix Loodsen in Rotterdam. En vandaag is dat daarboven mijn werkplek. Dit is Wilde Roy en hij is kraanmachinist op deze kraan. En nu gaan we naar boven, 72 meter hoog. Daar gaan we. We zijn nu met de lift een stukje omhoog gegaan en nu nog een stukje klimmen. En hier gaan we naar binnen. Dus dit is je werkplek. Ja, je brengt 8 uur per dag door. Dit is net een soort huiskamer voor jou. Hoe zit je hier nou de hele dag en wat doe je allemaal? Nou, ik zit hier 9 uur of 8,5 uur boven. En ik ga alleen tussen de middag even naar beneden. En voor de rest heb ik hier mijn eten en mijn drinken. Ja, wat ben je nu precies aan het doen? Ik ben nu een container aan het verzetten. Want eigenlijk is die camera essentieel voor je werk. Ja, dus daar kijken we eigenlijk 50% van de dag kijken op de camera. De hamvraag waar denk ik heel veel mensen benieuwd naar zijn is hoe ga je nou naar het toilet hierboven? Nou, naar het toilet, als ik dan heb ik hier een fles en dan gaat het plassen in de fles. Het is niet anders. Of ik moet elke keer naar beneden, maar dat kan met werk niet altijd natuurlijk. Hè. Vond je dit een leuke vlog? Laat even een like achter en volg ons YouTube kanaal. Weet jij nou waar ik volgende keer naartoe moet? Dan laat even iets achter in de comments.